Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. De video vandaag, zoals jullie aan de titel kunnen zien, is het een beetje anders dan normaal. De stad Future. Een mooie stad, die ik zelf graag verder wil spelen. Maar naar mijn idee moeten er dingen veranderen. Ik hoop dan ook dat er niet wordt gekozen voor de gemakkelijke weg van hij heeft kritiek, dus laten we hem bannen. Ik hoop dat dit wordt gezien als een noodkreet en dat er ruimte komt voor gesprekken, dat de burgerraad ergens actief mee bezig gaat, het bestuur en alle betrokkenen. Want voor mij begint het spelplezier echt minder te worden. En ik ga jullie in deze video op de hoogte brengen van een aantal dingen die jullie waarschijnlijk nog niet wisten. Allereerst is er een heel groot probleem in de stad. De mensen die cheaten. De reden van de mensen die ik hoorde die cheaten was voornamelijk. Anderen doen het. Heel Jalisco cheat. Dus ik moet wel. En je krijgt toch een tweede of een derde kans. Waar eerder het principe was van. Eens een hacker, altijd een hacker. Je komt niet meer terug. Zie je dat er toch heel veel mensen wel terugkomen. Ik weet niet of dat echt verstandig is. Het is niet aan mij om dat te bepalen. Ik heb wel het idee dat deze keuzes van invloed zijn op mijn spelplezier. Dan vraag ik aan jullie. Hoeveel actieve cheaters denken jullie dat er op dit moment Futures spelen? Dan geef ik jullie heel even de tijd om na te denken. En dan kan ik jullie vertellen dat er redelijk zorgvuldig onderzoek mij vertelt dat er op dit moment om en nabij de 200 mensen actief cheaten in Future. Dat zijn er heel veel. En ik moet zeggen, ik schrik daar ook van. En daar heb ik een kleine uitleg bij. Ze kopen een programma als script voor een maand voor 20 euro. Dan, als je het geld hebt of een pistool hebt, dan hoef je niks meer te doen. Maar anders koop je er ook nog een pistool bij voor 30 euro. Dan heb je 50 euro geïnvesteerd. Daarna wordt er geript. Een pistool verkoop je weer door voor 30, 35. Een scorp voor 15'tjes. Een AK voor 75 euro en een fully AK voor meer dan 100 euro. Ja, ga je daar vakken vullen of ga je cheaten en wapens rippen van mensen die er legit hard voor hebben gegrind? Ik vind het jammer. Dan komen we nog op het punt dat ik echt gewoon feitelijk heb gezien en gehoord. Dat er zelfs staf is die dit verdienmodel heeft ontdekt. Of dat oude staf is of recente staf. Dat ga ik hier allemaal niet vertellen. Dat doet er ook niet toe. Maar het abusen van de macht die ze hebben. Ja, vind ik ook erg jammer. En nogmaals, dat is gewoon feitelijk bewezen. Tot zover het deel over de hackers en het verdienmodel. Dan heb ik nog het volgende punt. Ik ben echt heel erg dankbaar dat ik content creator mag zijn voor Future. Alleen ik vind het zo enorm lastig om te streamen binnen de onderwereld. Zoveel locaties moeten geheim blijven. En er zijn al niet veel locaties waar je echt wat kunt. Daarnaast krijg je als iemand je ript door een streamsnipe, die krijgt 1 week ban. Maar als iemand je RDM't, is de straf vele malen hoger. Dus ja, het is eigenlijk helemaal niet zo erg. Je krijgt maar 1 week voor streamsnipen. Dus ja, ook dat vind ik best wel een dingetje. Dat ik denk van, je hebt het behaald. Tot de plek content creator. En nogmaals, deze video is niet bedoeld om Futures slecht te zetten. Het is voor mij meer om even mijn frustratie te uiten. En hopen dat het vanaf dit punt echt, echt beter gaat worden. De updates. Ja, ik
wacht zelf al een hele tijd op de nieuwe CarPack. Alleen als ik het heb over de auto's die er vanaf dag 1 in zitten, een Cayenne GT, een Ferrari Roma. Ja, de kofferbak werkt niet. En hij heeft ook nooit gewerkt. Hij staat open. Ja, het zijn misschien kleine details, misschien grote details. Maar het ziet er gewoon ja, niet fraai uit. Ik heb ook op kleinere steden gespeeld. En daar was zoveel meer te doen. Je kon goud zoeken, omsmelten, je kon vissen. Allemaal extra dingen. Bij sommigen moest je materialen zoeken. Om daar vervolgens een wapen of een attachment van te maken. Ja, er zijn heel veel dingen te bedenken, heel veel dingen te doen. Er moet gewoon simpelweg meer te doen zijn. Want bij veel mensen zie je gewoon ook dat de verveling toeslaat. De ene die kiest ervoor om dan de stad uit te gaan. De andere die kiest ervoor om te kloten. Ja. Doordat er niet heel veel te doen is, is mijn mening, is het niplo zo, pardon. Is het niveau van roleplay ook erg laag. En vind ik dat de mensen die echt lage roleplay vertonen, dat die echt veel zwaarder gestraft moeten worden. Niet dat ze permanent weg moeten, maar ja, er moet iets voor. Ik weet ook niet of taakstraffen daartegen gaat helpen. Laat ze een toelatingstest afleggen of ja, verzin iets. Want ja, de roleplay moet naar mijn idee gewoon echt omhoog. Dan ben ik laatst gekickt uit Lost. Eerst via een berichtje op Discord. Vervolgens kom ik de stad in, zijn de rollen ook al weggehaald. Ik ben voldoende aanwezig geweest om dit soort dingen in-game op te lossen. De staf was daarvan op de hoogte. Die staat erbij en die kijkt ernaar. En dat is dan een officiële groepering die, ja, die via Discord iemand kickt. Ik heb tegen mezelf gezegd: ga je hier niet te veel over zeggen. Laat ik alleen zeggen dat ik daar echt mijn mening over heb. Niet alleen naar de Lost toe, naar de mensen die daarbij betrokken waren, maar ook naar de staf toe. Bijzonder jammer. Het volgende punt. Daarnaast worden wapens uitgeschakeld door politie, maar raken ze vrijwel nooit kwijt. Het lijkt wel alsof een groep zoals Jalisco onbeperkt toegang heeft tot AK's. Ik heb het zelf meegemaakt, een gevecht tussen Jalisco en Mokro Mafia. Daar lag een fully AK op de grond. Alle agenten die die nacht in dienst waren, waren dood gegaan door Jalisco. Wat gebeurt er? Er wordt een melding gemaakt. En diezelfde agenten die koppelen eigenlijk aan hetzelfde scenario weer aan. Nemen de AK in beslag. Ze waren maar met z'n vieren. Ze dachten dat ze veilig waren. Nou, heel simpel wordt die AK weer teruggeript. Terwijl dat het eigenlijk zoiets groots is. Ja, op die manier raak je ook niet snel wat kwijt. Dus ja, dat vind ik ook wel even een dingetje waar rekening mee gehouden moet worden. Om af te sluiten, wou ik de reacties van deze video gebruiken voor mensen die op een positieve manier ideeën hebben om de stad te verbeteren. Negatieve, onzinnige reacties zou ik dan ook verwijderen. Het moet gewoon beter worden voor iedereen, voor ons allemaal. Je kan dan ook gebruik maken van het duimpje omhoog, duimpje omlaag bij mensen hun reacties. Als je het een goed idee vindt, als je een leuk idee leest van iemand, maak daar even werk van. Want ik ben er toch wel vrij zeker van dat deze video bij mensen terechtkomt die daar invloed op hebben. Die ik eigenlijk normaal zelf niet makkelijk kan benaderen. Anders had ik daarvoor gekozen. Maar ja, nu wil ik eigenlijk jullie mening bundelen. En dan hoop ik dat ze bij mij komen. Roep mij op in de wachtkamer. Ik ben gewoon bereid om te praten.
En ik blijf het zeggen, ik hoop niet dat ik doordat ik mijn mond open trek gelijk een permban krijg. En ja, doei. Want ik benoem wel feiten. En ik hoop oprecht dat er verbetering komt. Dus ja, nogmaals, roep mij op in de wachtkamer. Vraag me naar mijn mening. Vraag me wat je wil weten. Ik ben een open boek. Ik hoop alleen dat het echt snel beter wordt. Voor nu heb ik genoeg lopen zeiken in deze video. Vergeet allemaal even niet een duimpje omhoog te doen op de video. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. En als je je nog een keer verveelt, zet de playlist aan. En dan zou ik zeggen, een fijne avond.